Zometeen weer een nieuwe aflevering van DBC Nieuws. Met daarin onder andere Biomassaplein Lennisheuvel, Open Dag Scholen Bokstel en Talentenjacht Tabita. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Plus van der Horst Bokstel, Expert Bokstel en Albert Heijn Bokstel. Op bedrijventerrein Vorst wil de gemeente Bokstel een zogenaamd biomassaplein nabij Lennisheuvel realiseren. Daar moet in de toekomst energie gewonnen worden uit groenafval. Woensdagavond 10 januari was er een informatieavond bij restaurant meneer Klaver. De aanwezige inwoners en belangstellenden zetten kritische kanttekeningen bij het biomassaplein. Met name criticaster Ton Jonkers, lid van politieke partij Balans, liet duidelijk van zich horen. Ik hoop dat we op die manier dus een goede avond kunnen hebben. Nadrukkelijk bedoeld, zoals gezegd, iedereen te woord kunnen staan. Dat doen we graag, individueel. Debatavonden zijn er op een ander moment. Nou, en daar, als ik even mag inbreken, ik ben het met de gang van zaken niet eens. Ik vind prima opzet zo, maar als er geen ruimte is om 5 belangrijke vragen te stellen aan de wethouder, dan slaat dit nergens op. U moet mij toestaan 5 vragen te stellen waar de wethouder op in kan gaan. Anders klopt hier niets van. Wat heb ik veel liever dat u gewoon vertrekt en een nieuwe avond maakt die u anders indeelt en eerst het overleg met ons hoe die avond eruit moet zien. Dat zijn we het mee eens. Als u hier vanavond, en dat is het voorstel wat ik ook hoor, wel uw vragen kunt stellen, dan is dat wat ik u kan aanbieden. Zullen we dat zo doen? Verder gesteld, ja, dat is vraag 4. U zegt in de huis-aan-huisfolder in Lennisheuvel het GreenTech-park naar behoefte te laten groeien op Fors B. Bij welke omvang is het klaar? Ik heb heel veel verhalen en discussie en onduidelijkheid gehoord over de omvang van het biomassaplein. En ik heb gezegd in individuele gesprekken, ik heb het op alle plekken altijd gezegd, dat biomassaplein is in feite een klein onderdeel van die ambitie om die hoogwaardige technologische bedrijven te hebben. Het gaat er meer om dat er goed uitgelegd wordt wat daar gaat gebeuren en onder welke condities. We hebben het over een pilot. Wanneer is die pilot geslaagd? Nou, dat is niet bekend. Wat als de pilot niet geslaagd is? Nou, dat is ook niet bekend. Dat zijn onzekerheden die hier leven. Wat gebeurt er daarna? En hoe groot mag het worden? Nou, er wordt wel informatie gegeven in de markt, maar belangrijke vragen worden nog niet beantwoord. Het zou mooi zijn als we het plan door kunnen schuiven van Vorst B naar Vorst C. Voor allebei moet nog steeds een bestemmingsplan worden aangevraagd en georganiseerd. Dus volgens mij is het een win-win situatie als we zover komen om dat voor elkaar te krijgen. Nou, wij zijn lang bezig met de plannen rond GreenTech. En ik heb het ook steeds gezegd, dat is een hele belangrijke ontwikkeling voor Bokstel om te kijken hoe dat we gewoon nieuwe innovatieve bedrijvigheid en economie hier naartoe kunnen halen. Dus het is heel belangrijk voor werkgelegenheid en voor economie. En we hebben in dat traject ook lang gekeken van wat is de geschikte locatie. En daar is dus nog redelijk recentelijk naar voren gekomen dat de provincie met name ook heeft gezegd van nou, Vos B is de locatie waar je dit soort ontwikkelingen perfect zou kunnen laten landen. Misschien liep de nieuwe Sanne of Lieke Wevers zondag wel rond in Bokstel. Turnvereniging Tabita hield namelijk haar jaarlijkse talentenjacht voor meisjes van 6 en 7 jaar. De gymnastiekhal aan de Europalaan zat vol met 25 enthousiaste flikvlakkende of ratslagdraaiende talentjes. Uiteraard kregen zij begeleiding van verschillende trainers van de Bokstelse Turnclub. Want zoals de volwassen salto's en sprongen maken, daarvoor moet toch nog even geoefend worden. Maar voor hun eerste pogingen op de matten in de gymzaal deden de kinderen het volgens de trainers erg goed. Allemaal kregen zij na afloop een diploma en een uitnodiging om vaker te komen oefenen. Bij een aantal talenten waren de trainers zelfs zeer onder de indruk van hun turnkwaliteiten. En wie weet zit er tussen de jonge gymnasten wel een toekomstig kampioen. Waar Tabita zondag werd overspoeld met nieuwe turntalenten, kregen de middelbare scholen in Bokstel een stormvloed aan potentiële brugpiepers op bezoek. In totaal kwamen ruim 4000 basisschoolleerlingen en hun ouders zaterdag naar het Jacob Roelands Lyceum en het Baanderherencollege. Hallo. Binnenkom binnen.
Wij hebben de indruk dat het erg druk is dit schooljaar. Voor al die leerlingen proberen wij zoveel mogelijk te kijken van wat dat kind op dat moment of die bepaalde leerling op dat moment nodig heeft. We hebben eigenlijk een soort speeltuin gemaakt met allemaal verschillende onderdelen. En eigenlijk de bezoekers die vinden het hartstikke leuk om hier eventjes komen kijken en van alles mee te doen. Dus. Het is zo dat wij natuurlijk in Bokstel wonen. Floris zit nu in groep 7. En wij zijn nog nooit eerder op het Baan der Heren College geweest, ook niet bij JRL. Dus voor ons is eigenlijk belangrijk om gewoon eigenlijk eventjes de sfeer te proeven. En ja, die kleine man moet natuurlijk straks kiezen. Dat jij jezelf zal blijven, het is goed zo. I want to cross an empty land. Ook de leerlingen en docenten van het Jacob Roelands Lyceum zetten op dezelfde dag hun beste beentje voor. Ze moesten ook wel. De middelbare school voor HAVO, Atheneum en Gymnasium kreeg bezoek van ruim 2500 gasten. De bezoekers kregen een inkijkje in alles wat het Boksterse Lyceum te bieden heeft. De kinderen konden bijvoorbeeld chemieproefjes doen, werden verleid met diverse technische apparatuur en werden geïnformeerd over enkele unieke projecten van de school. Zoals expeditie Jacob Roelands, waarbij 12 leerlingen naar Bolivia reizen om te helpen aan ontwikkelingsprojecten. Ja, we blijven nog even bij het Jacob Roelands Lyceum, want achter het lyceum vond op diezelfde zaterdag een andere bijzondere activiteit plaats. In de Dommelbimt werden 4 nieuwe fruitbomen geplant. De hoogstandbrigade in Bokstel gaf de bomen aan de stichting Dommelbimt, die zich inzet voor het behoud van het natuurgebied. In december en januari hield ondernemersvereniging Liemt een prijsvaar waarmee 10 personen een verrassingspakket met allerlei lokale producten konden winnen. Ook het team van DBC Nieuws won een pakket met mooie spullen en voedingsmiddelen. Maar we vonden meedoen belangrijker dan winnen. En daarom wilden wij iemand anders hiermee blij maken. Namelijk vrijwilligster Mieke Berens van de Jeugdvakantieweek. Dit jaar bestaat het Liemse Hutten-evenement 10 jaar. En we hopen dat de organisatie tijdens dit jubileum ook nog even de tijd heeft om te genieten van allerlei Liemse spulletjes in het pakket. Er werd echter niets weggegeven tijdens de ruilbeurs van de vereniging Bokselse Verzamelaars in gemeenschapshuis De Walnoot. Voetbalplaatjes, vinylplaten, theezakjes, postzegels. Zondag konden verzamelaars uit de regio wel van alles met elkaar ruilen. En dat gebeurde dan ook volop. Ik verzamel het zwarte goud, vinyl. Ik heb hier wat singeltjes, LP's, maxi-singels. Dag mevrouw. Hallo. Wat spaart u of wat ruilt u? Landen, zoals België, Vaticaan, Nieuw-Zeeland, Australië. Australië. Snap ik, Vaticaan snap ik, België. Ja, dan mag je België, ja. Ja, waarom ga je naar postzegels van België sparen? Ja, waarom niet? 1 keer per maand hebben wij onze ruilbeurzen in de Walnoot. En dat is altijd de tweede zondag van de maand. Dus er zijn mensen bij die verzamelen spijltjes, sleutelhangers, noem maar op. Dag mevrouw. Goeiedag. U spaart bitprentjes, zie ik. Nee, ik spaar theezakjes. Oh, theezakjes. En we hebben er nu momenteel 43.000. Wat is nou het leuke van een ruilbeurs? Het leuke van een ruilbeurs? Nou, sowieso het thema is postzegels zoeken. Hé, waar we zoeken en sociale contacten. Kijk, en wij hebben speciale thema's van voetbal. Dus voetbal? Voetbal. Voor welke voetbalclub zijn jullie? Voetbalclub? Wat denk je? Dat weet ik niet. PSV, hè? Oké, we gaan verder. Ja. Bedankt, hè? Ja. Dat is allemaal voor de jeugd, hè? Tegenwoordig. Ja. OTC-plaatjes, voetbalplaatjes. Plaatjes voor de dames. Ja, maar nou zie ik geen jeugd. Nee, nou ik ook nog niet. Die moeten nog komen, denk ik. Nou, de jeugd die maakt meer gebruik van kortdurende verzamelingen. En dan moet je denken aan als moeders boodschappen gaat doen. Dat bijvoorbeeld de Albert Heijn weer een of ander verzamelobject heeft. Wat je dus bij je boodschappen kunt sparen. Waar ben je nou op zoek? Van alles. Ik heb een hele lijst bij waar ik dingen in opzoek. Dus ik zie bijvoorbeeld staan, I got you babe, Sonny and Cher. Ja. Die heb je nog niet? Die heb ik wel, maar zonder fotohoes. Sonny and Cher, I've got you babe, met fotohoes. Wordt bezocht. Helaas, die heb ik niet bij me. Hebben ze die? Nee, daar was ik al bang voor. Was er nou zo leuk aan ruilen?
ja, dat je een keer iets anders hebt, hè. U heeft ook een relatie? Ja. Wordt er wel eens geruild, of? Nee, nog niet. Nee. Tja, in aanloop naar de zittingsavonden voor volwassenen in Ploegersland, komend weekend liet de carnavalsjeugd in Liemt op vrijdag en zaterdag al zien hoe het moet. Het had een avond vol muziek, dans en ander carnavaleske vertier. De zittingsavonden van jonge carnavalsvierders stonden dit jaar in het teken van helden. Zoals de voetbalhelden van DVG, waaronder de nieuwe aangekochte vedette. Maar die bleek niet echt bezig te zijn met het resultaat. Maar waar helden zijn, zijn ook boeven. Daarop opende Jong Actief Sportief Liemt een politiebureau onder de naam Liemt Doet Het Zel. Een verwijzing naar de carnavalskreet Liemt Doet Het Wel van Ploegersland. Gelukkig viel het met de crimineeltjes wel mee. Uiteindelijk konden alle helden het podium op om het publiek met humor en talent uitstekend te vermaken. Komend weekend zijn de volwassen ploegers aan de beurt. Vast en zeker doet Liemt het dan ook wel. Tja, we blijven er even bij het carnaval, want Jinek Live, De Telegraaf, Geen Stijl, 1 Limburg, Eindhovens Dagblad. Allemaal hadden ze deze week aandacht voor de Bokselse carnavalskraker Losse Handjes van Blond en Blauw. Dat is namelijk landelijk nieuws. De video levert kritiek op iedereen die niet met zijn handjes van vrouwen af kan blijven. Tijdens het voorwerp in het kolderieke nummer is de gevallen topman Camiel Eurlings. Ik had een keer een verkering met een hele hoge pief. Hij was niet moeders mooiste, maar ik was op slag verliefd. Na enkele maanden bleek hij heel anders te zijn. De stoom kwam uit zijn oren, het leek wel Baba Hari in het klein. Het is niet te geloven en zo ontzettend laf. Als een dame nee zegt, dan bleef je van haar af. En mijn moeder zei het al, die man die heeft... Losse handjes, losse handjes. In het donker en niemand die haar ziet. Losse handjes, losse handjes. Waarom doe jij me toch zoveel verdriet? En hiermee sluiten we DBC Nieuws voor deze week af. En wilt u ons nog eens terugkijken? Dat kan via de verschillende mediakanalen die we hebben via Omroep Dommeland en Brabant Centrum. Onder andere Facebook en YouTube. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week.